Jos Kazemans, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedendag, Els. Hey. We zijn binnenkort allemaal elektrisch, dat is mijn eerste vraag. En hoe lang gaat dat nog duren? Het gaat nog even duren, maar ik denk dat we inderdaad binnenkort elektrisch rijden. Het kan dan zijn met batterijen, batterij-elektrisch het meest gekende, maar wellicht krijgen we ook waterstof-elektrisch, waarbij waterstof wordt omgezet in elektriciteit en er niks anders dan wat waterdamp nog uit je uitlaat komt. Dus twee hele belangrijke, schone technologieën voor de toekomst. Ja, absoluut. Ja, als jij het doet al, we zeiden het net, dus ja, mm-hmm. Mensen overtuigen om dat nog meer te doen. Ja, ik denk dat eigenlijk spreken de voordelen voor zich, maar veel mensen denken dat ze gaan stilvallen ergens onderweg en dat ze geen grote autonomie hebben. Maar zelfs met een heel piepklein autootje geeft toch al een autonomie van 100 kilometer. Oké, voor de mensen die elke dag, ik zeg nu van Gent naar Brussel moeten, gaat dat niet, maar er zijn al grotere elektrische auto's. Een heleboel stonden vorige keer op het autosalon met 200-300 kilometer autonomie. En als je dat thuis of op je werk kan opladen, is dat eigenlijk genoeg. Ja, Joost, zeg, hoe groot is de angst nog bij sommige mensen voor die elektrische auto die heel veel voordelen heeft? Maar ze hebben niet zozeer schrik van de auto zelf. Hè. We weten dat elektrisch rijden zelden een straf is. Dat is heel prettig rijden, heel comfortabel en stil. En zoals Els net zei, het is ook pittig rijden als je dat wil. Ze hebben meer schrik van de ongekende factoren. Van ja, hoe gaat dat fiscaal behandeld worden? Hoe ga ik die meerprijs van die nieuwe wagen terugverdienen? En vooral, waar ga je kunnen laden? Want dat heb je natuurlijk absoluut nodig. Dat is die zekerheid, die dubbele zekerheid, dat je ondanks het feit dat Belgen, zoals Els net zei, niet zo heel veel kilometers gemiddeld afleggen. De keren dat je dan wat langer moet rijden naar zee, naar de Ardennen met vakantie, wil je natuurlijk wel helemaal zeker zijn dat je kan laden. En die laadinfrastructuur die is nog volstrekt ontoereikend. Zeker in onze steden is er nog heel veel werk aan de winkel. Hoeveel laadpalen staan er momenteel in onze grote steden? En hoe is dat bijvoorbeeld in Nederland? We hebben daar heel veel werk te doen. Ja, als heel groot onder campagne overgevoerd, er in Brussel eigenlijk bijna. Ja, ik heb al schepen nog de allereerste laadpaal gezet in de stad Brussel, publieke laadpaal. De privé had er toen al in hun garages, die waren eerst. Maar sindsdien is er eigenlijk niet meer veel gebeurd, want ja, degenen die nu schepen zijn groen en die zijn natuurlijk tegen auto's. Allee, ik weet dat niemand gelooft mij als ik dat zeg, maar ze zijn ook tegen elektrische auto's, dus ze willen gewoon geen laadpalen zetten. Het is niet zo dat Brussel dat niet kan. Het is zo dat degenen die daar nu de macht hebben, groen, minister aan schepen, die willen dat gewoon niet. Ik kan daar geen andere conclusie uit trekken. Want nou, we hebben ook die indruk inderdaad dat er elke auto is een auto te veel. Mm-hmm. En natuurlijk moet je mensen sturen naar andere vervoermiddelen en motiveren om de fiets te nemen of is het openbaar vervoer. Maar in bepaalde omstandigheden voor bepaalde gebruikers is de auto de enige optie. Maar Brussel lijkt inderdaad de auto sowieso te willen bannen of dat nu een schone auto is of niet. Ja, in Brussel mag je nu zelfs nog maar 25 per uur rijden in bepaalde delen van de stad. Met een gewone auto is dat bijna onmogelijk, tenzij je een soort kramp in je voet krijgt. Kan dat met elektrische auto's wel? Ja, dat kan. Dat kan vrij makkelijk. Maar het is natuurlijk niet comfortabel en het is ook niet realistisch. En vaak beantwoordt het wegbeeld ook niet aan die snelheidsregimes. Dus laat ons ook daar een beetje redelijk blijven. Maar waar de groenen totaal de bal mislaan, vind ik, is dat ze geen rekening houden met hoe verschillend mensen hun leven kan zijn. Hè. Mijn kinderen zijn al groot, zij kunnen alleen naar school met de metro, de tram en zo. En dus ik heb geen grote monovolume meer nodig. Maar toen ze klein waren, en ik heb 4 kinderen, had ik wel zo'n monovolume nodig. En iemand die dan in een andere situatie, enfin, iemand die gepensioneerd is, is dan weer in een andere situatie. En ik vind dat de groenen helemaal in rekening houden met al die verschillende situaties. En uiteindelijk kiezen de mensen toch altijd wat voor hen het beste is. Het is niet de overheid die het beste weet waarmee jij rijdt. Je zal dat zelf wel beslissen, daarom dat er fietspaden moeten zijn, laadpalen, metro, en dan kan je zelf kiezen. Ja, zeg een vraag van Peter de Ruiter. Waar staan we Europees gezien, Joost? Moet er actie ondernomen worden? We doen het niet
verschrikkelijk slecht, we doen het ook niet goed. En als we het nog niet verschrikkelijk slecht doen, dan is het eigenlijk dankzij de auto's van bedrijven. We zien dat vooral bedrijven vandaag investeren in die elektrische wagens. En dat is eigenlijk logisch te verklaren. Enerzijds willen zij zich duidelijk klaar tonen voor de toekomst en tonen dat zij geëngageerd zijn ook voor ons leefmilieu, voor onze planeet. Anderzijds heeft het bedrijf het voordeel dat het wat verder kijkt dan het moment van aankoop. Een particulier die heeft een bepaald budget op dit ogenblik ter beschikking voor de aankoop van een auto. Een bedrijf kijkt meer op de hele gebruiksduur. Die kijkt naar de leasingprijs. Die kijkt van, ja, vandaag is dat een grotere investering, maar eigenlijk in de jaren dat dat voertuig in mijn bedrijf gebruikt zal worden, is het eigenlijk goedkoper rijden. En die maken op die manier de rekensom. En dan kom je inderdaad tot de constatatie dat veel plug-in hybrides en ook al elektrische wagens eigenlijk goedkoper uitkomen dan een traditionele auto, wanneer je wat verder kijkt dan enkel dat moment van aankoop. Maar dat gaat makkelijker bij bedrijven. En dat is ook een bewijs dat bedrijven echt wel hun best doen om te vergroenen. Mm-hmm. Ja, je vraagt je, ik ga volgende maand een benzine kopen. Wat is mijn wagen dan nog waard binnen 5 jaar? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Mensen hebben dat voor de traditionele aandrijvingen, benzine en diesel. Gaat die wagen nog iets waard zijn? Ga ik daarmee de stad nog binnen mogen? Maar ze hebben net zo goed die vraag over een elektrische wagen. Want iedereen weet hoe sterk die batterijtechnologie evolueert. En we weten dat een auto met vandaag een autonomie van 100, 200 kilometer, dat over enkele jaren, dat verleden tijd is, omdat die batterijen zoveel beter gaan worden. Maar dat maakt misschien ook wel dat mensen schrik hebben van, ja, binnen 4, 5, 6 jaar, wanneer ik van die elektrische auto af moet, wat is die dan nog waard wanneer die technologie eigenlijk potentieel achterhaald is? En al die obstakels, die moeten we op voorhand uit de weg ruimen. Wij moeten vandaag zoveel incentives, zoveel stimulansen geven, dat mensen die twijfel opzij zetten. Hè. Gratis parkeren in de stad bijvoorbeeld. Een heel goed idee. Het ter beschikking stellen van andere vervoermiddelen die aansluiten op een elektrische wagen. Hè. Een paar jaar geleden kreeg je een bus- of een treinabonnement als je je nummerplaat wegdoet. Waarom geven we geen treinabonnement bij aan iedereen die een kleine elektrische stadswagen koopt? Met de kleine wagen voor de lokale verplaatsingen en met de trein voor de langere. Ik noem maar wat. Maar we moeten die obstakels, we moeten die hindernissen opzij ruimen. Want iedereen kan zijn steentje bijdragen tot meer elektrisch rijden, zoals nu al het goede voorbeeld wordt gegeven. Voilà. Door Els onder andere, Joost Kaasmans, bedankt voor jouw uitleg en tot binnenkomen. Jullie zijn heel erg bedankt. Dank. Bye bye.